Hola amigos en welkom bij een nieuwe game van Rebuilds Games. Ik ben Roy en vandaag gaan we verder met ons bouwavontuur. Of nou ja, bouwplan, bouwproblemen en bouwmomenten hier in de hotelbouwserie hier op Aldus Games. Samen met mij, ik ben Roy en als je me nog niet kent, ik ben een beetje gek. En vandaag gaan wij verder met onze spa. Wauw Roy, dat vertel je wel heel mooi. Oh my god, oké. In de vorige aflevering begonnen wij met deze hele coole spa. En ik heb nog niet jullie reacties gelezen omdat ik dit achter elkaar opneem. Dus volgende keer zal ik dat wel weer eventjes doen. En dan gaan we alle dingen die jullie veranderd wilden hebben en zo, die zullen we dan even behandelen. Maar vandaag gaan we dus verder met de spa. En we gaan verder met... we maken sowieso even deze kamer af. Die is nog niet af. En daarna beginnen we misschien aan een andere kamer. Want ja, het hotel... Dan moet je slapen. Het is niet alleen maar voor de lol. Ik heb jeuk aan mijn neus. Dat gebeurt wel eens vaker. Dus ja, we moeten wel ook een beetje goed aan de bak. Oké, even zien. Ik wil hier even dit zo hebben. Weet je, ik vind het wel een beetje... Ja, het witte gedeelte, weet je. Niet overal moet steen, denk ik. Of wel. Of is het toch mooier met steen? Ik vind het zo zwaar. Zo boom in je gezicht. Misschien moet het gewoon even wat minder of zo. Zo, oké. Nou, oké, we laten het al zo. Maar dan wil ik wel de douches hier gaan maken. En de douches, die worden toch een andere vloer, denk ik. Ja, toch wel, jongens. Het krijgt deze zwarte vloer van de badkamers. Ik denk het wel, want ik vond die combo, die combinatie vond ik wel heel mooi. Ook al is het wel heel donker misschien. Maar het heeft wel iets jungles, weet je, joh. Want we maken een jungle... spa van. Dus eigenlijk moet deze muur ook weg. Want dan moet gewoon zo'n hele mooie print aan de muur. Dus weet je wat? Dat fixen we wel even meteen. Kom op. We nemen dit printje. Oh nee. Ik bedoel dit printje. Ja. Die jullie allemaal vreselijk vonden. Die hangen we hier aan de muur. Oh, heeft hij geen kleur? Oh, oké. Dit is een beetje vreemd. Oké, even wachten. Dit is wel een beetje raar dat dit zo gebeurt. Hallo. Oké, hij doet het weer. Oké, dat was heel vreemd. Maar oké. Even zien, wat is dit? Een grasmuur, is ook mooi. Maar daar kwamen we vandaag niet voor. We gingen naar met een thema. En dan staat hier onderin, als het goed is, staat het printje. Als hij er is. Doet hij het? Oh, hij is nog aan het laden. Jeetje jongens, wat is dat ding toch weer in slow-mo, hè? Oh, hij is er niet of zo. Zijn ze er niet meer? Zijn mijn printjes weg? Hoe kan dat nou? Volgens mij zijn mijn printjes weg, kinders. Hoe kan dat nou? Mijn printjes zijn weg. Zoals niet meer abstract. Oh, ze stonden hier. Grapje. Ik, een grapje. Oké, even zien. Wat is deze? Wat is deze? Beetje in het wit. Zo. Nou ja, weet je, we kunnen het ook gewoon zo laten. Beetje groenig. Want dit wordt toch een beetje de... Ja, hoe noem ik dat? De jungle kamer. Dus we laten het gewoon lekker zo. Weet je? Jammer dan maar. Oké. Niet zo boos, Roy. Niet zo boos. Oké. Doen we dit zo. Dan hebben we hier de jungle kamer. Kom je gelijk binnen bij de jungle. Oh my god. Geweldig. Misschien kunnen we deze muur wel doen. Hoe zullen we dat doen? Ik wil het nog een muur hebben of zo. Misschien hier. Dat is wel... misschien is dat wel een beetje te gek of zo. Het is wel een beetje heel druk, hè? My god. Oké, weet je, we kunnen het wel hier doen bij de deur. Dat is niet zo vreselijk. Dat kan er wel mee door. En dan doen we deze wand. Zo. Ik vind het zo wel even genoeg. Heb ik nou de buitenwand gekleurd? Nee. Toch even van, wat is dit nou weer? Oké, weet je, dan hebben we nu in ieder geval wel al wat jungle. En misschien kunnen we deze muur ook wel doen. Ja, maar de rest wordt van steen. Oké. Zo, we hangen even een lampje op. Weet je, we hebben zo weinig lampjes. Nou, hier hebben we eigenlijk best wel veel hangen, maar er komt helemaal niet zoveel licht naar binnen ofzo. Zo. En dan gaan we even de douches maken. En de douches worden een soort open douche. Alleen, nu denk ik van, is dat er wel? Want het staat hier wel heel erg leuk van echt niet vies openbare douche, maar die hebben we niet. Dus we hebben nu een beetje een probleem. Want die wilde ik heel graag, alleen moet kopen dan. En daar heb ik even geen zin in, hè, jongens. Dus we moeten nu even wat anders verzinnen. Oh, die moet je ook kopen. Nou, dit vind ik wel heel erg jammer, jongens. Potverdrie. Heel mijn plan is weg.
Oh my god. Nou, dit is wel een beetje jammer hoor. Ik wist niet dat je hier moest komen. Zo, excuses voor mijn... hoe heet het? Voor mijn gaap. Dat was niet de bedoeling. Oké, maar wat doen we dan hier? Ja, goede vraag, want je hebt niet echt veel meer. Wat we kunnen doen, is dat we hier dan zo'n lounge plekje van maken. Dus dat je daar lekker op zo'n lichtbedje kan liggen. Want dat is er ook wel eens. Want misschien wil je hier wel gewoon liggen met een... weet ik veel, met een kleedje. Of gewoon met een boekje bedoel ik. Weet je, dat kan toch ook? Daar maken we gewoon een soort lichtgedeelte van. Maar dan wil ik wel dezelfde vloer hebben. Want dat vind ik niet mooi anders. Kijk! Vind ik geen eens zo... afschuwelijk. Vind ik best wel leuk eigenlijk. Alleen, zou ik dan de muur openbreken? Nee, wacht. We doen gewoon glas erin. Gewoon zo'n mooie... Gewoon zoiets of zo. I don't know. Ik ben echt... een zeikerd, hè, jongens. Hebben jullie dat wel eens opgevallen? Ik best wel een zeikerd ben in die Sims. Dat is best wel erg, hoor. Deze vind ik mooi. Weet je, heb je toch nog een beetje lucht? Nou ja, lucht. Kan je nog een beetje kijken? Is ook wel een beetje gek, eigenlijk, hè? Pot voor drie. Weet je, ik met al mijn gedachten. En ik weet gewoon niet wat ik moet doen, hè? Weet je, soms weet je het gewoon niet, hebben we niet meer, hoor. Oh my god. Oké, we zien. Deze moeten we wel even mooi ophangen. Zo, we doen het zo. Weet je, heb jij nog contact met de andere mensen die daar zitten? Hartstikke leuk. Echt wel. Oké, ik vind het wel jammer dat we niet die douches kunnen hebben. Vind ik wel echt enorm jammer. En anders moet ik het kopen. En weet je, daar heb ik nog even geen zin in. Dankjewel. Al deze, kijk nou. Een heerlijk geweven hangende stoel, die wil ik ook. Ik moet het niet aan jullie laten zien, want dan denken jullie ook zo van... Roy, koop alsjeblieft. Ik haat je, Roy. Doe het nu. Nu kopen. Ik denk nu. Oké, even zien. Dit vind ik wel een leuk bankje ervoor bij. Zo'n beetje zo'n wachtbankje. Zo van als iemand nog aan het douchen is of zo. Dan wacht je even op de andere. Oké, en nu gaan we enorm veel planten neerzetten. En ik heb er zoveel zin in. Want jullie weten dat ik van planten hou. En het wordt een soort urban jungle hier. Dus we moeten veel plantjes hebben. Dus het wordt wel echt zo'n tropisch iets. Tropisch feest. Hoho. Living for it. Kijk, hier krijgen we van die hangplanten. Lach, man. Kijk nou, gelijk een hele sfeer erbij. Vind ik echt enig. Vind ik echt mooi. Oké, even zien. Nee, die gaat echt niet door de beugel. Deze wel. Deze gaat altijd door de beugel. Want die vind ik echt enorm mooi. Wat is dit? Oh, voor aan de muur. Yes. Yes. Oké, die gaan hier aan de muur. Like, echt wel. Zelfs twee keer gaan ze aan de muur. Deze gaat iets hoger. Oh my god. Pretty. Kijk nou. Oh, living. Echt waar. Ja, sorry jongens. Jullie vinden het misschien wel heel lelijk. Al dat groen. Maar ik vind het hartstikke mooi. Dus we doen het. Oh mijn god, oké. Weet je, misschien is het wel leuk om het ook hier te doen. Zoiets. Weet je, ik vind het heel mooi. Ik vind het zo mooi. Oh my god. Oké, weet je, nu vind ik het een beetje genoeg al eigenlijk. Anders is het misschien wel weer te veel, weet je wel? Ja. Ja. Weet je, ik vind het nu al wel eigenlijk wel mooi. Weet je, ik hang hier nog een hangplant. Zo'n hoek. Weet je, als je er liggen zie je toch nog een plantje. En dan zullen we nog één plantje neerzetten dan? Gewoon even voor het leuk. Niet in de sauna, want dan gaan die echt helemaal dood. Mijn god. Deze vind ik zo lelijk. Maar eigenlijk, weet je, als die een andere pot heeft, is hij eigenlijk niet zo lelijk. Dus weet je wat, we geven het gewoon een andere kleur pot. Want het zijn bananenplanten, dus die moeten we gewoon hebben. Bananenplanten zijn heel mooi, jongens. Daar moeten we gewoon mee dealen. Weet je, ik vind het eigenlijk zo wel heel mooi. Ja, we houden hem daar. Weet je, sommige planten moeten we ook maar een kans geven, toch? Vind ik ook. Oké, de sauna is af en ik... De spa is af en ik ben er enorm blij mee. Like, hallo zeg. Hij is zo mooi gelukt. Ik doe wel dit zo. En dit zo, want je kon anders de mensen zien die daar lagen. En dat wil ik niet. Dus we doen het zo. We gaan even snel dit toilet maken. Want die moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Dus we gaan een lampje hangen. Een bouwlamp, zoals Roy dat noemt. Maar deze laten we toch gewoon hangen, want ik ben gewoon een beetje lui. Oké. We doen deze vloer, deze muur. Zo, hartstikke mooi. Zo. En weet je, we laten die vloer wel. Die vind ik wel mooi daar.
Even deurtje erin porren. Zo van, hier is het toilet. Oh nee, wacht. Toiletmuur. Toiletmuur. Toiletdeur moet wel zo. Oké, dan moeten we zo denken. Gaan we even een toiletje erin proppen. Waar staan die? Hier, hup. Zo, een mooi toilet. Weet je, dat is wel echt een heel groot toilet dit. Oh mijn god, ik ga jullie wat vertellen. En dat is echt zo gek. Oké, ik ga jullie wat vertellen. Komt ie, hè. Als je ooit op London Gatwick Airport komt. Dat is een airport bij Londen. Maar Londen heeft verschillende soorten airports. Dus vliegvelden. En op London Gatwick, zo heet dat. Dat is vlakbij, dus onder Londen. Dus vlakbij Brighton, waar ik was geweest. Daar heb je een wc. Oh, echt raar hoor. Oh, heb je dat? Oké, ja. Nee, dat heb je. En die wc, dat is zo gek. Want dat is zeg maar... Ja, nu moet ik wel vertellen waar het is. Want anders weten jullie dadelijk niet en willen jullie er ook heen. Oké. Ik weet niet waarom jullie heel graag naar een wc willen. Waar ik ben geweest, maar oké. Het is een wc. En het is heel bijzonder. Want die wc, dat is eigenlijk best wel... Wacht even zo hoor. Ja, dit vind ik een mooi kleurtje. Ja. Het is de wc's als je al ben aangekomen. Niet dat je bent ingecheckt of zo. Het is bij Terminal 2. En dan vlakbij de Costa. Volgens mij, als ik het goed uitleg. En daar heb je wc's. Jongens, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En nu denk je van, Roy, nu mag ik het me echt gaan vertellen. Ik ga het doen, meid. Ik ga het je vertellen. Oké, het is dus een wc. Het is een beetje een enorme grote hal. Met allemaal deuren. Dus een soort dit. Maar als je naar binnen gaat, dan heb je alles daar. Je hebt een douche. Je hebt een toilet. Je hebt een wastafel. Je kan daar gewoon alles doen wat je wil. Alles. En niemand ziet je. En iedereen heeft dat, hè. Het is niet letterlijk zo'n hokje waar alleen een wc zit. En dan moet je nog je handen wassen daarnaast. Nee. Het is letterlijk alles in één. Oh mijn god, ik zat daar en ik dacht van... Girl, ik ga hier gewoon blijven zitten de hele dag. Nou, oké, dat niet. Ik ga toch niet de hele dag op een toilet zitten. Dat hoeft niet. Maar ze hadden alles. En het was enorm ruim. En waarom vertel ik over een wc? Kijk, dit. Kijk, zo'n moment, dan denk ik van... Waar ben je mee bezig, Roy? Echt waar? Wat ben je nou aan het doen? Dus ja, het zal wel. Oké. Maar weet je, soms moet je gewoon even gekke dingen vertellen. Dus dit was even mijn toiletverhaal. En als je het nou niet leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. Roy, fix die duimpjes omhoog. Oh yeah. Oké, wat is dit? Nee, die vind ik niet mooi. Ja, ik dacht, weet je, we gaan wel even wat gordijnen hier ophangen. Dat mag ook wel. Even erbij, zo. Mooie gordijntjes. Hartstikke mooi. Weet je, ik vind deze gordijnen wel echt heel mooi eigenlijk. Echt super pretty. Oeh, dit kan echt niet. Dit kan niet, hè. Dat moet zo, ja. Oké, ik vind de spa wel echt heel druk nu. Maar hij is leuk. Ik vind hem leuk. Ja, echt. Oké, wacht. We gingen even van die gordijnen ophangen. Hebben we gordijnen nodig bij de gym? Nee, iedereen wil je zien sporten, dus... Hallo, ik bedoel maar. Dat moeten we dan maar niet doen. Oké, even zien. We hebben dit allemaal gedaan. Holy shit. We zijn goed bezig. Alleen nu gaan wij een nieuwe kamer beginnen. En ik denk dat we hem niet afkrijgen vandaag, omdat we die toilet hebben gedaan. En we hebben de laatste aanpassingen gedaan aan de spa. Maar we kunnen misschien wel even deze kamer af gaan maken. En dat gaat denk ik nog wel lukken ook. Oké. Ik vind deze vloer ook wel heel mooi voor de badkamer eigenlijk. Dus we houden die wel even hier. En dit is een beetje, ja, hoe noemen we dit? Het is niet echt een familiekamer, maar ook weer wel. Maar dan op een, ja, op een zachte manier. Roy, are you serious? Are you serious? Meen je dat nou? Zeg het op zo'n manier, Roy. Ja, ik weet niet waarom. Spijt me zeer, kinders. Oeh, deze vind ik wel heel leuk. Als die een andere kleur is. Misschien dit. Oh, godverdamme. Nee, daar kunnen we echt niet mee komen. Echt niet. Weet je, ik doe wel deze weer. Weet je, dit is gewoon mijn kleed. Ik weet niet waarom. Die verkopen ze ook bij de IKEA. Ik vind hem gewoon lachen, man. Oké, even zien. Het is hier nog wel een beetje leeg of zo. Het doet me denken aan onze hotelkamer toen Bo en ik een keer in Parijs waren. Hoe heet het nou? Dat was voor Far Cry 4 of 3. Far Cry 4. Heet dat Far Cry 4 eigenlijk? Ik weet niet meer. Ik heb er een serie van gedaan. Ik weet geen eens meer hoe het heet. Dat is echt heel erg. Oh my god. Oké, ik heb even deze lampen nodig. Weet je? Ja. En weet je, deze kamers krijgen allemaal toegang tot de spa. Maar weet je welke kamers niet? Deze kamers die hier zitten. Of daaronder. Hier, deze kamers krijgen dat niet.
Deze wel. Die hebben het hele pakket. Maar deze... die niet. Oh nee, José. Dus die hebben lekker pech. Al wat erg. Weet je, dan had je maar meer moeten betalen, kreng. Oh, Roy, wat ben je erg. Echt zo. I don't know why. Oké. Even zien. Ik wil hier ook nog van die lampjes. Weet je, dit is toch wel een beetje zo'n klassieke, smeuïge kamer. Smeuïg? Ik weet niet waarom het smeuïg is, maar... Weet je? You gotta deal with de smeuïgheid. Echt waar. Oké, deze kamer heeft nog ineens een deur. Dus dat hebben we natuurlijk wel nodig. Want anders kun je niet je hotelkamer binnen. En dat lijkt me nou echt moeilijk. Want hoe kom je dan binnen? Dat snapt niemand. Okay, zo. Eigenlijk wil ik twee deuren. Vind ik veel mooier. Maar dat... Nee. Oké. Weet je wat? We gaan verder met de badkamer. Tijd voor de bathroom, Hannes. Time for the bathroom. Oké. Deze krijgt wel een bad. Dat vind ik wel weer... Dat verdienen ze wel. Een mooie douchecabine. Zo. En een mooie wastafel. Ja, ja. Deze. Weet je... Zo'n badkamer is zo snel gemaakt, want ik weet precies wat ik wil. Dat is de bedoeling juist, hè? Kijk, normaal zijn we zo aan het kijken, zo van... moet ik nou kiezen? Oh, ja, dit vind ik ook mooi, maar dit ook. Maar nu vandaag... Nee, zo gaan we het vandaag niet doen. Nou, dat kleed kan niet. Hier, zie je, ga ik weer. En het was niet met opzet. Oh my god, wat erg. Oké, plantje erbij. Ik vind het een hele mooie badkamer, klaar. Oh, er is geen... Ha! Er is geen toilet. Waar moet ik dan plassen, Roy? Ja, uit het raam. Nee, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Zo. Oeh, die toilet heeft bloemetjes. Oh, wat zijn nu blij, denk ik, met de bloemetjes. De bloementoilet. Echt wel. Oké, Roy, waarom ben je zo raar aan het doen? I don't know. Oké. Ik vind deze kamer eigenlijk wel goed zo. Weet je, er gaat nog een plant. Hier in het midden. Niet een grote. Niet een te grote, bedoel ik. Want je moet wel nog... ruimte hebben om in bed te komen. En de plan moet niet in je nek zitten te hijgen natuurlijk. Oké, weet je, ik vind de kamer zo best wel goed. Weet je, het is simpel. Maar sommige mensen hoeven niet heel veel poespas. En dat kan toch? Weet je, heel veel mensen hoeven dat niet. Weet je, ik ben zo iemand die dat wel wil. Dus, maar we moeten ook aan de andere mensen denken. Zeg je goed, Roy. Dat zeg je goed, kind. Oké, deze kamer wil ik anders maken. En... Ik weet niet. Ik wil dit weer een andere vorm hebben of zo. Weet je, ik vind het wel leuk als kamers allemaal anders zijn. Dat vind ik wel wat hebben of zo. Dus misschien doen we het wel weer zo. En dan doen we de badkamertje erin. Zo. En doen we hier een bed. Doen we hier twee bedden. Oeh. Nou, misschien moet dit wel wat kleiner dan die hal. Zo. En dan... Die hal is wel echt enorm groot. Maar, oké, ik moet wel zeggen, het is een enorme kamer ook wel. Oké, we doen het zo. Ja, dan hebben we een enorme, badkamer. Volgens mij even groot als deze, volgens mij wel. En dan is dit de slaapkamer. En dan heb je een mooi uitzicht. Vind ik een mooi idee, Roy. Hartstikke leuk. Doe je goed. Zo, kijk, dan heb je twee bedden hier. En dan heb je hier zo'n doorgangetje. Wat wel dan is dat je dan, als je bijvoorbeeld 's nachts wakker wordt en je ligt hier. Zo, ik lig hier, zo van... Oh, wat lig ik lekker te slapen. Maar oeps, ik moet plassen. Dan ga je uit bed. Dan loop je hier zo om. En dan ligt hier Truus te slapen. En die hoort jouw voetstappen hier. En die wordt helemaal gek. Dit is de kutplek om te slapen. Ja, echt. Daar wil je echt niet slapen. Dat is echt de plek waar je niet wil liggen. waarom heb ik het daarover? Weet je, volgens mij vinden jullie dat wel leuk als ik zo gek praat. Ik weet niet. Oké. Ja, deze muur heeft natuurlijk wel een printje nodig. We zijn van de printjes. Maar, om jullie even op te vrolijken, dacht ik van, misschien is het wel mooi als we deze muur doen. Dat denk ik nu echt serieus net aan hoor. Ik had niet zo van, dit plan had ik in mijn hoofd. Zo van, ja. Weet je wat? Laat me maar weten wat jullie hiervan vinden. Als jullie het lelijk vinden, laat me weten. Maar, ik vind het wel leuk. Ja. Vast vinden jullie het weer vast lelijk staan. Maar dat hoor ik vanzelf wel. Oké. Doen we zo'n enorme ingang. Weet je, dat is echt niet mooi voor Truus. Truus wordt dan helemaal gek. Truus kan dan echt niet meer slapen. Ik vind het wel mooier staan, dus we doen het maar. Sorry, Truus. Sorry, dame. Oké. Hier komt de badkamer natuurlijk.
Ik moet even wat drinken hebben, jongens. Mijn keel wordt helemaal zo van, helemaal schoor. Zo van... Oké, toilet. Bad. Bad op pootjes, natuurlijk. Waar komt de deur? Boeit me niet. We doen deze hier. Zo, wastafeltje erin. Klaar. Kijk, jongens. Snel tempo. Huppatee. En een spiegeltje erin. Ik vind deze spiegel trouwens heel leuk. Ik had hem net ook opgehangen in iets anders. En ik vond hem eigenlijk best wel heel erg leuk. Oké, deze doen we ook hier. Floep. En deze. Floep. Oh, dit is een plant. Nou, dat mag ook hoor. Hoi plant. Wat ben je leuk? Zullen we daten? Oké, even zien. Ik wil dit eigenlijk toch wel zo hebben. Dan hebben we ruimte voor de deur. En weet je waarom we de deur hier doen? En niet hier. Want als jij hier als jij truus bent en je ligt hier te slapen. En hier zit een deur en die staat open en dan staat hier het licht aan. Dan word je helemaal gek. Echt waar. Oh my god. Ik heb het een keer meegemaakt. Dan sliep je vlakbij die deur van de badkamer. In zo'n hotelkamer. En dan laat iemand de deur openstaan. Als die gaat plassen s'nachts. En dan hoor je dat doortrekken en je ziet het licht. En dan word je helemaal wakker. Daar heb je geen zin in. Dus we willen geen truus zijn, hè jongens. Dat willen we niet, dus we doen het gewoon zo. Ja, oké, super. Oké, ik zit nu te twijfelen. Want ik vind deze hal wel enorm groot. Misschien kunnen we de kamer wel kleiner maken. En dat betekent dat we de hal groter kunnen maken. Maar wat moet je dan in de hal hebben? Zo'n zitgedeelte of zo? Misschien is dat wel leuk. Maar dan moet toch de deur hier. Sorry, truus. Je krijgt het moeilijk, kind. Je krijgt het nog lastig. Maar dan doen we wel de deur hier. Weet je, we zijn wel aardig voor truus. We doen wel wat. Oké, kijk, want dan kunnen we de kamer inkorten. Er hangt een lamp. Dat is niet de bedoeling, lamp. Ga eens even weg, dank u wel. Zo. En dan doen we de kamer zo. En dat is echt een enorm verschil. Alleen, weet je, ik vind deze kamer heel goed zo. Weet je, het is fijne ruimte. Het is wel een beetje aan de kleine kant nu hier. Maar als je hier gewoon zit... Weet je, je hebt uitzicht op buiten. Hallo? Ga je niet zeuren dan? Dus, weet je, ik vind het wel een mooie ruimte als we het zo doen. Kijk, dit is onnozele ruimte. Maar dat boeit niemand. En dan kunnen we hier een leuk zitgedeelte van maken. En dan doen we hier de deur. Vind ik een leuk idee. I like it. Dat heb je soms ook wel eens in zo'n hotel. Dus moeten we wel meegaan met de trend. Niet dat het een trend is. Het bestaat al jaren. Maar oké. We moeten het wel gewoon doen. Zo, even zien. Even de muren. Want weet je, ik vind... Als je niks in de gang hebt staan, vind ik ook weer lelijk. Weet je, we moeten hier gewoon een bankje hebben. En wat andere dingen. Maar we doen deze gewoon even hier zo. Kijk eens aan. Jongens, ik vind het wel even weer genoeg voor vandaag. We hebben dit gedaan. We hebben de sauna gedaan. De spa zeg ik weer, sauna. We hebben dit toilet gedaan. We hebben eigenlijk best wel veel gedaan vandaag. Hopelijk vonden we weer een leuke aflevering. Als je het een leuke aflevering vond, doe dan eventjes een duimpje omhoog op deze video. Als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, dat kan natuurlijk ook. Maar laat me dan wel eventjes weten met een duimpje omhoog op deze video dat je het niet leuk vond. Dus ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij mijn bouwserie hier op Aldense Games. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.